Hallo alle blog- en vlogvolgers van een mission trip naar Zuid-Afrika. Ja, ik zit weer thuis, hier op de bank. En ik kan jullie vertellen dat wij allemaal veilig zijn aangekomen thuis. En dat we afscheid hebben genomen van elkaar. Het was even moeilijk. We hebben ook afscheid mogen nemen van alle mensen in Zuid-Afrika. We hebben daarom ook heel veel dank aan CBC Cape Town, de Charis Bible College en dan met name Stefan en Naomi, maar ook Alice en Giselle die ons hebben begeleid en geholpen voor een geslaagde missietrip. En we zijn ook heel erg dankbaar met Pastor Bongani en Pastor Christo van de kerken waar we mochten zijn. En waar degene die het wouden even een woord konden delen met de mensen daar of hun getuigenis konden vertellen. Het was allemaal geweldig. Ik denk dat Stefan zou hebben gezegd, awesome. Verder zijn we nog, dat hebben jullie vast in alle blogs en vlogs gezien, zijn we ook bij de Ark geweest. En de Ark is een geweldig complex waar mensen die dus echt aan het eind van hun lantijn zijn. En of het dan door trauma's, dat ze getraumatiseerd zijn of door drugs. Er is zoveel ellende, maar ja, dat ze daar weer kunnen bijkomen, schuilen, herstellen. Het is gewoon een prachtig complex. En ja, jullie hebben het ook al in de andere blogs en vlogs gehoord. We zijn heel erg blij met de liefde van Jezus die ja, ook in die mensen zichtbaar is geworden. Prachtig om te zien, geweldig om dat mee te maken. Maar ook prachtig om ja, toch te zien hoe ook anderen op een bepaalde manier, met behulp van Jezus, helemaal kunnen herstellen en weer liefde kunnen voelen en ervaren. En ook, ik heb in 2 weken nog nooit zoveel mensen gehugd als de afgelopen 2 weken. We zijn echt ontzettend dankbaar wat God allemaal voor ons heeft gedaan daar. En we zijn ook ontzettend dankbaar hoe onze missietrip is verlopen. Nou, we hebben een prachtige 14 dagen gehad als groep, maar ook hoe we als groep met andere mensen omgingen en om mochten gaan, hoe we dingen mochten delen. We kwamen daar om andere mensen te zegenen, maar inderdaad, we zijn zelf dubbel gezegend. Nou, dit is de laatste blog voor deze missietripreis. En we hopen dat jullie ook hebben genoten. Dank jullie wel. En ook dank voor alle bemoedigingen en alles. Ook het sponsorgeld. Alles geweldig. En dankzij jullie en ook jullie bemoedigingen, jullie gebeden, hebben wij een prachtige missietrip gehad. En ook namens de hele groep dank ik jullie heel hartelijk voor alles. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Dag!